René, is onnodig en geflatteerd misschien wel de juiste omschrijving? Ja, uiteindelijk als je 4-1 verliest is de uitslag heel duidelijk. Alleen als je kijkt naar hoe het tot stand komt, dan snap ik dat je het op die manier kunt uitdrukken. Alleen, ja, als je dan er echt een wedstrijd van wilt maken, dan moet je zelf zorgen dat je de momenten die we weggegeven hebben, en dat zijn er nog een paar geweest vandaag, dat mag je absoluut niet gebeuren. En twee, vind ik ook dat wij in de eindfase, kijk naar de laatste 25 meter vanaf de goal, dat we daar heel vaak zijn gekomen, maar dat we uiteindelijk gewoon bijna tot niet in de 16 zijn geweest. En ja, daarin moet de kwaliteit ook omhoog om echt een rol van betekenis te spelen in dit soort wedstrijden. Ja, en dat kan alleen maar als je ook in eerste instantie gewoon de goals niet weggeeft. Want daar hebben we te veel gedaan vandaag. Ja, wat was eigenlijk het exacte strijdplan? Want het oogde met zoveel passie, met zoveel drive, wat uiteindelijk ook resulteerde in bijvoorbeeld zo'n corner en uiteindelijk het doelpunt van Mike. Ja, nee, maar uiteindelijk weet je, en dat heb je ook gezien in de wedstrijd, denk ik, op het moment dat je ver op eigen helft terugkomt, dan gaan zij toch met heel veel positiewisselingen, krijgen zij dan de kans om ergens overtal te creëren en ertussendoor en erachter te kunnen spelen. Dat is ook een fase die we gehad hebben in de eerste helft, waar we moeite hadden, omdat we niet goed genoeg druk vooruit zetten. En daar hebben we die fase daarvoor denk ik heel goed gedaan. Met als resultaat 1 de goal en 2 volgens mij nog een schietkant van Tassos in het begin. Maar daarna zijn we ook te weinig zeg maar in de 16 van PSV geweest. En werden we, vond ik, wat laks. En ja, een mooi voorbeeld daarvan is zeg maar de eerste tegengoal. Dat Mike toch sneller moet handelen. En uiteindelijk een beetje de kaas van brood laat eten. En uiteindelijk gaat hij er ook in een hoek in. Waar ik vanaf afstand zeg van ja, daar mag hij er eigenlijk ook niet in. Ja, en dan sta je wel 1-1, wat er op dat moment denk ik niet de verhouding is. Maar het gebeurt wel. En dan komt er vrij snel daarna ook de corner tegen die we niet goed verdedigen. Los van dat Maarten hem niet goed verwerkt. Maar ook Remco met de 2-1 aan de zijkant. We lossen dat gewoon niet goed genoeg op. Waardoor daardoor gevaarlijk kan worden. En dan geef je twee momenten eigenlijk. Geef je gewoon een 1-0 voorsprong onnodig weg. Ja, wat heb jij nou in de rust tegen ze gezegd op het moment dat de wedstrijd nog zeker niet beslist was? Nee, nou ja, dan refereer je aan datgene wat je hebt gezien wat goed was in de eerste helft. En dat het geloof moet zijn om daarmee mee door te gaan. En ja, dat hebben we deels gedaan. Maar ja, uiteindelijk als je na 7 minuten na rust alweer heel snel een goal tegenkrijgt en je laat PSV 2 keer of 3 keer van kant wisselen. Mm-hmm. Dat betekent dat we niet goed genoeg druk zetten en dat we niet agressief genoeg zijn. Ja, en ik heb net even een klein stukje van de beelden teruggezien. Dan denk ik ook van ja, als je ziet dat de speler van PSV nog zijn rug hol maakt om de bal er langs te laten gaan, dan lijkt het mij erop dat het hinderlijk buitenspel is. Ja, nee, heldere taal toch? Ja, dat lijkt mij wel. Ja, uiteindelijk valt die 4-1, dan is de wedstrijd beslist en ja, dan wordt het eigenlijk een minuut of 20 een beetje heen en weer tikken, toch? Ja, naar de 4-1 is duidelijk. Hè. Dan moet je ook zorgen dat je niet meer schade oploopt. Maar je moet ook niet weer te ver achteruit gaan lopen. Dus we hebben nog wel een aantal keren goede intenties gehad. Maar uiteindelijk denk aan het moment met voor mij Adrien Damau, die voor mij voor de goal wegleidt naar de voorzet vanaf Hidde. Ja, dat was nog een moment dat we een goal hadden kunnen maken. Maar goed, dat neemt niet weg dat met 4-1 natuurlijk die wedstrijd in principe beslist is.